Mijn naam is Henk Elzinga. Als hobby heb ik modelbouwen. Dat doe ik bijna 30 jaar zo'n beetje. Eigenlijk vanaf jongs af aan al. En dan heb je een kleine periode dat, dat je ermee stopt, dat je andere interesses krijgt. En vanaf mijn 30ste ongeveer ben ik weer begonnen. En dat een beetje uitgebouwd met veel passie. Ik ben begonnen met modelbouw omdat ik het leuk vind om iets met mijn handen te maken. Dat merkte ik eigenlijk al vrij jong, dat ik wel goed was om iets met mijn handen te gaan doen. Ja, het modelbouwen, dat vond ik leuk omdat alles wat met vliegen te maken heeft, dat vind ik gewoon bloedinteressant. Dus dat is gewoon, daardoor is de passie ook ontstaan. Of ik gedacht heb om te stoppen met modelbouw. Nee, ik heb nooit echt gedacht om te stoppen met modelbouw. Wel bepaalde momenten dat ik wat minder ging modelbouwen. Door bepaalde dingen die er dan gebeuren. Of dat je er gewoon geen tijd voor hebt. Maar stoppen, nee, het is toch wel een bepaalde passie die gewoon blijft. En als je dan weer een bepaald nieuw model in je handen krijgt. Dat je denkt van ja, dat ga ik weer tot het uiterste. Dat is het leuke ervan. Of modelbouw mij uit negatieve situaties heeft kunnen halen. Ik denk het wel. Op het moment dat het bijvoorbeeld druk is in mijn hoofd door allerlei dingen die ieder mens zou mee kunnen maken, dan is modelbouw een hele leuke afleiding om je gedachten even te verzetten en je gewoon even te focussen op de modelbouw. En de volgende dag gewoon weer fris op te staan, om het maar zo te noemen. Kan je een voorbeeld noemen van een situatie waar je in hebt gezeten dat je denkt van ja, daar heeft die modelbouw me echt heel goed bij geholpen? Ik heb in het verleden natuurlijk voor justitie gewerkt, in het gevangeniswezen. Dat waren best ook hele stressvolle dagen af en toe met veel spanning. Een hoog spanningsveld was daar altijd. Als ik dan thuis kwam, dan was voor mij dat hobby, dat modelbouw, was voor mij dan toch om die drukte eventjes van me af te laten vloeien en het weg te zetten. En de batterij op te laden, zeg maar, dat is ook een dingetje wat belangrijk is. Dus de F-14 Tomcat, die heb ik al een tijdje in aanbouw. En de film Top Gun heeft me eigenlijk wel geïnspireerd om het model eindelijk af te maken. Voordat ik aan zo'n Tomcat begin, dan verdiep ik me eigenlijk altijd wel behoorlijk via het internet naar referentiemateriaal. Ik heb ook een aantal goede boeken ervan, die ook behoorlijk waardevol zijn. Omdat ze toch vaak een wat gedetailleerdere weergave geven van bepaalde onderdelen. Welke onderdelen het ook mag zijn. Dus dus dat. En ik haal ook vrij veel van van de computer af natuurlijk. Wat wel leuk is met dat internet natuurlijk, met dat Google, is je tikt gewoon in F-14 Tomcat Canopy. Je krijgt gewoon honderden detailfoto's. Dat is dan leuk. En wat ik vaak doe is dat ik die foto's opsla in een speciale map. F-14 Tomcat noem ik die dan natuurlijk. En daar zet ik dan alle detailfoto's gewoon in weg. Zodat als ik ze s'avonds nodig heb tijdens het bouwen, dan open ik bijvoorbeeld één file. Dan heb ik die gewoon, meestal zet ik hem dan als voorbeeld gewoon vol open op mijn scherm. Zodat ik goed de details kan bekijken. Nu zit het model een beetje in de laatste fase. Het wordt een in-flight model. Dus niet statisch op de grond op zijn wielen, maar de wielkasten dicht. Dat is altijd wel een hele klus. Want wielkasten dichtmaken, daar is een model eigenlijk niet voor gebouwd. Modellen zijn gebouwd om statisch te maken. Waar ik nu mee bezig ben geweest, dat is de cockpit. Dat zit al helemaal in elkaar. Ik ben nu de canopy. Afgeplakt, gemaskeerd noemen we dat eigenlijk. Ik heb hem van de week eerst goed droog gepast, zodat ik zeker weet dat hij gewoon goed past, mooi aansluit. Nu ga ik hem in de airbrush hoek zetten. Ik ga hem even een beetje draaien. Ik heb al wat dingen bij elkaar gepakt die ik op een later termijn aan de binnenkant nog vast moet zetten, zoals de spiegels wat ik net zei. Die ga ik zo meteen airbrushen, alvast. Want dat is iets wat ik achteraf niet kan doen. Maar ik ga vandaag wel de zijkant, of de buitenkant bedoel ik, van de canopy
een basisprimer geven. En ja, daarvoor gebruik ik altijd het liefst een goede hoogglans. Die goed hecht op het plastic en goed zichzelf invreet als het ware. Waardoor je ook ja, later ook geen blutsen kan krijgen. Nou, na het airbrushen dan, ja, laat ik het gewoon lekker een paar dagen drogen. Dus, spiegeltjes aan de binnenkant die er in werkelijkheid ook zitten. Nog wat leidingen voor de airconditioning. Dat zijn allemaal dingen die optisch goed zichtbaar zijn in het model, ook al is hij in-flight. Dat wordt een heel leuk gedetailleerd ding. Er komen nog twee pilootjes in natuurlijk. Die ik ook volledig zal ja, bouwen en verbouwen. Dat is ook wel een beetje mijn specialiteit. Ik heb alle fins, alle ventrofins, alle ventilatieroosters allemaal opengemaakt. Open bewerkt van binnenuit. Dus ze krijgen een mooi 3D effect in plaats van dat je er gewoon... Dus je kijkt er mooi in plaats van dat het een gesloten systeem is. En nou, zoals ik het nu zie, dan denk ik, ja, dit is gewoon top. Zo hoort het, zo wil ik het. Ja. Kritisch kijken, kritisch blijven kijken. Kan het nog beter? Zit het goed recht? Allemaal. Ik, dat zijn toch bepaalde dingen die gewoon, ja, vind ik altijd wel belangrijk zijn. Dus dit wordt een in-flight model. Dus hij komt op een hele mooie standaard. En dat vind ik ook erg leuk om te doen de laatste tijden. Een mooi display maken in-flight. Dus dat geeft ja, voor mijn gevoel een veel dynamisch uiterlijk aan het model. Dan wanneer die zo ja, statisch op de grond staat. Dan is het ook wel leuk. Maar als je hem op een mooie display zet... Weet je, dan zie je gewoon de dynamiek. Ja, dat vind ik altijd machtig om te zien. Dat dynamische. Dat is, nou, dat past wel bij mij, denk ik. Ik ben ook wel behoorlijk dynamisch. Of mij iets emotioneel heeft aangegrepen. Ja, best wel. Ik ben een jaar of 4 geleden ben ik benaderd door een moeder. Van, die ook lid was van onze modelbouwclub. En die vertelde toen dat haar jonge zoon... Martijn heet hij, op hele jonge leeftijd overleed. Hij was in opleiding op Vliegbasis Woensdrecht. En dat bericht van haar, dat greep mij zo aan, dat ik op een gegeven moment echt zoiets had van, ja, oké, okay, ik las van haar in haar bericht dat hij gek was van die JNO-15, de Orange Lion, het demo-team van de Nederlandse luchtmacht. En toen dacht ik van, ja, dit model, dat moet ik maken voor die ouders. En dat heb ik toen gedaan. En ik denk dat dat wel de meest emotionele ja, model is wat ik heb gemaakt. Ja, ik zeg het nu een beetje zo, maar ja, dat vond ik gewoon prachtig om te doen. Ja, ik vind het heel moeilijk om het gevoel te benoemen. Omdat het is eigenlijk meer dat ik denk van ja, die mensen die hebben dat joch verloren. Nou, dat is natuurlijk vreselijk, hè? Dus dat zo'n jong overlijdt. En ja, dan doe je dat met zoveel passie voor die ouders. Dat je denkt van, ik ga gewoon een mooie trofee maken voor die ouders van die Orange Lion. En dat was wel heel leuk, want ook door de groep van de modelbouw, Koninklijke Luchtmacht, ja, ben ik natuurlijk ook wel op zoek gegaan naar connecties die me daarin konden helpen om dat model af te maken. En dat is wel leuk wat er dan in onze groep ook ontstond, of gebeurde. Ja, dat ik op een gegeven moment gewoon via de luchtmacht een originele badge kreeg van Stitch. Die dus ja, op die Orange Lion heeft gevlogen. Ja, en dat maakt zo'n trofee dan eigenlijk wel heel compleet. Dat is gewoon het kroontje op het werk, zeg maar. Nou, en tot slot, ja, dat is dan ook wel iets wat ik gewoon heel bijzonder vind. Is dat er dan een vriend van mij zegt van, ja, hey, hoe mooi zou het zijn als Stitch... dat model ook kan ondertekenen, hè? Die display. Nou, dat is natuurlijk helemaal te gek. Dat is echt dat je denkt van, ja, dat is helemaal het kroontje erop. Dus ja, dan reed ik dus vol enthousiasme naar Vliegbasis Leeuwarden... om daar het modelletje af te geven aan het hek. Waar een goede vriend van mij, die bij de luchtmacht werkt... en nou, die ging met gierende banden in zijn jeep naar de officiersmes... en waar Stitch zat te eten of te lunchen. En... ja, die wist ook van mijn actie, dat ik daarmee bezig was voor die ouders van Martijn. En ja, dus die tekenden dat ding, die display.
En ik geloof een kwartiertje later of zo, toen kwam Simon weer terug met die display. Nou, dan rij je weer met gierende banden naar huis om dat model af te maken. Ja, dat is gewoon werelds is dat. Dan gaat er iets door je heen, een soort van kick. Ja, niet voor mezelf. Nou, ook wel een beetje voor mezelf in de zin dat ik dan trots ben dat ik dat dan gedaan heb. Maar niet voor mezelf zozeer, voor mezelf. Nee, meer voor die ouders. Gewoon eigenlijk voor die ouders. Want ja, daar doe je het voor. En ja, ik heb heel leuk contact met die mensen eraan overgehouden. Ze zijn hier thuis geweest. Dat was heel ontroerend. Ja, dat was heel mooi. Ik kreeg een heel groot pakket van ze. Zo groot. Met ingepakt in cadeaupapier. En ja, er zaten allemaal modellen in die ik van hun cadeau kreeg, die Martijn had gekocht. Maar ja, waar hij helaas niet de kans voor kreeg om dat af te maken. Dus nou, ten nagedachtenis van hem, ja, heb ik toch een paar leuke modellen weten te maken die uit zijn sparebox kwamen. Dus dat doe je dan ook weer met veel plezier. Ja, ik kan me nog wel een moment herinneren dat ik zat te bouwen aan het model. En ook aan die Orange Lion en ook aan die Galaxy later natuurlijk. Dat ik wel eens... Kijk, als ik dan in mijn eentje aan het bouwen ben, dan dan doe ik dat in mijn eentje, lekker rustig. Dan kan ik me goed focussen, maar dan heb ik wel ook zoiets van, ik doe het voor jou, Martijn. En dat, ja, dat is, klinkt misschien heel gek, maar dat zeg ik dan ook echt hardop. Weet je wel, ik doe het voor jou, Martijn. Weet je wel, zo. En dat is dan iets dat ik denk van, ja, ik weet dat hij me niet hoort, of misschien wel. Maar dat is gewoon iets in mezelf. En dan denk ik van, ja, dat geeft me gewoon een kick. En ja, die kick, dat is gewoon iets wat ik dan krijg als het model, vooral als het model af is, zeg maar. Ja, dat is het leukste. Dat in mezelf praten, dat is af en toe als een dingetje. Dat doe je gewoon. Ja. Dan heb je soms ook de beste discussies, hè, want ik ben het altijd met mezelf eens. Dat is wel handig. Niemand die me tegenpraat. Of ik van plan ben om in de toekomst nog iets te gaan doen met modellen die wat emotionele waarde hebben. Ja, ik denk het wel. Het is ook een beetje afhankelijk of het op je pad komt. Ik heb onlangs ook nog weer een Belgische F-16 of F-104 gemaakt, sorry. Voor een vrouw waarvan haar man op 12 januari 1976 crashte. Ja, dat is dan ook weer zo'n moment. Dat je dan een verhaal hoort van een weduwe in dit geval. Wat weer een heel ander verhaal is als het verhaal van Martijn zijn ouders. Maar wel een verhaal met emotie en verdriet. En ja, ook weer zo'n model wat ik dan weer met heel veel passie maak. En dat ook gewoon leuk vind om te doen. En een trofee. Nou, die komt dan binnenkort ook bij haar thuis te staan natuurlijk. Ik geloof wel dat het in de toekomst... Ja, ik denk wel dat het nog wel vaker zal gebeuren. Maar het is meer dat ik... Dat ik het gevoel heb van het moet op je pad komen. En als het op je pad komt, als iemand met een verhaal komt of zo, wat triest is, of kan ook heel blij zijn natuurlijk, dan zou ik wel de kans hebben om dat nog een keertje te gaan doen. Over het algemeen merk ik wel dat mensen vrij enthousiast reageren. Ik denk ook wel dat het een beetje komt door mijn eigen enthousiasme, wanneer ik begin te vertellen over modelbouw. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Maar ja, negatief. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel mensen die zeggen van... Oh, vliegtuigjes in elkaar plakken. Dat is in de volksmond. Nou, het vliegtuigjes in elkaar plakken, dat gaat wel iets verder dan alleen maar een vliegtuig in elkaar plakken. Er komt heel veel bij kijken. Detaillering, wielkasten, canopies, cockpit. Je kan daar allerlei update sets voor kopen. Dus als je dat dan aan mensen wel eens uitlegt, of ze komen bijvoorbeeld bij mij thuis en ze zien mijn werk, dan zeggen ze, oh ja. Ja, het is toch wel iets meer dan alleen maar vliegtuigjes plakken. Of ik dit zie als een hobby of een uit de hand gelopen hobby. Ik zie het als een hobby, niet als een uit de hand gelopen hobby. Ik zie het als een hobby die ik gewoon al heel lang doe. En ja, daardoor in de afgelopen jaren wel behoorlijk wat modellen heb gebouwd en vergaard. Maar uit de hand? Nee, dat zie je zeker niet. Nee, absoluut niet. En omgeving? Je familie of vrienden? Mijn omgeving, mijn vrienden, nee, die reageren ook over het algemeen wel heel enthousiast. Er zijn wel bepaalde modellen waar ik behoorlijk lang over heb gedaan. Dat waren dan zulke grote projecten waar ik dan zo
in de detail dook, wat gewoon eigenlijk ja, van de zotte was, om het maar zo te noemen. Dat mensen ook wel zeiden van Henk, kom op, weet je wel, hou het gewoon een keer een beetje simpel. Maar dan denk ik, ja, hou het een beetje simpel. Nou, dat vind ik wel eens moeilijk, want dan denk ik van, nou ja, dan begin ik aan een model. Maar soms dan is een project zo lang, ja, dan leg ik het op een gegeven moment even weg, want het duurde me te lang. En dan kan ook mijn ongeduld een rol spelen, zeg maar. Waardoor ik dan naar een winkel ga, een hobbywinkel. En dan koop ik een modelletje, wat bij wijze van spreken binnen een week in elkaar zit. En dan denk ik van, zo, even snel, weet je wel. Dus dat is dan mijn ongeduldige natuur. En dat moet een beetje in balans zijn, weet je wel. Dan heb ik er een beetje ongeduld. En dan denk ik van, oké, dan kijk ik bijvoorbeeld naar die Chinook, waar ik 10 jaar lang mee bezig ben geweest. Dan denk ik, oké, en nou weer verder, weet je wel. En dat is, ja, dat is gewoon leuk. Nee, Defensie of de luchtmacht hebben mij niet benaderd voor een opdracht. Ik ben wel in het verleden gevraagd door een goede vriend ook van mij om van mijn werk, van mijn hobby, mijn werk te maken. Ja, dat vond ik een leuke optie. Daar kon ik een leuke boterham mee verdienen, maar dat vond ik niet belangrijk. Er was dan het idee om zeg maar, de hele de flightline van vliegbasis van Twente te maken, dus de 313 Squadron. Maar toen dacht ik bij mij eigenlijk van, ja, om nou 30 F-16's in elkaar te zetten, nee, dat is niks voor mij. Dus al zou ik een aanbod krijgen, dan zou ik hem denk ik afslaan. Ja, als je dan zoveel jachtvliegtuigen hebt gemaakt in allerlei schalen, dan wil je op een gegeven moment wel eens een keertje wat anders. Dus ik dacht van, nou ja, oké, die Chinook. Dat is misschien ook wel een leuk... Leuk onderwerp. Het is iets heel anders natuurlijk, maar ik ben hier zo 10 jaar geleden aan begonnen, inmiddels 11. En ja, er zit ook bijna 10 jaar werk in. Of tenminste, nou ja, natuurlijk niet 10 jaar. Er zitten ongeveer 1200 bouwuren in. En dan reken ik nog niet eens het aantal uren dat ik achter de computer heb gezeten voor research, want daar gaat eigenlijk ook wel bijna net zoveel uren in zitten. Dat is gewoon echt abnormaal. Ik kocht dit model en kocht er ook een heel mooi gedetailleerd boek bij. Ook weer met heel veel detailfoto's die gewoon echt van belang zijn om een model tot in zijn uiterste details te maken. Ik heb daarbij ook heel veel hulp gehad van jongens van de luchtmacht zelf, ook weer tijdens open dagen. Van de luchtmacht, veel foto's gemaakt. Ja, dan begin je zo'n model. Je koopt er een foto-edge setje bij. Wat je hier goed kon zien, waardoor die roosters heel mooi openstaan en zo. Hier op de motoren, de filters, stoffilters, zandfilters. Ja, en dan begin je met het openmaken van een tunnel die naar de rotor loopt. Detailfoto's bekijken, nabouwen. Statisch ijzer van 0,1 mm. Tot in het gekste detail. En dan denk ik van, nou ja, als ik dan die klep heb opengemaakt, dan kan ik ook wel die centrale unit openmaken waar de brandstofpomp op aangesloten wordt. Nou, en dan denk ik, nou, dan kan dat klepje ook nog wel open. En dan kan dat klepje ook nog wel open. En dan kan die bovenste klep op die toren, die kan ook nog wel open. En ja, dan ben je aan het bouwen. Maar ja, goed, dat is dan nog alleen maar om de buitenkant. En dat is wel leuk en aantrekkelijk. Als eerste eyecatcher. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om de binnenkant. En wat ik daarin heb gedaan, dat is op dit moment aan het model niet zo goed te zien. Dat is wel jammer. Ik had daar verlichting in gebouwd, afhankelijk met hele mooie LEDs. Dat ging perfect allemaal. Het brandde mooi, dus het gaf een heel mooi effect op alle stoeltjes aan de binnenkant. Met alle gordeltjes en riempjes die ik met de hand heb gemaakt. En jammer genoeg 2 jaar geleden doe ik een testje en ik vergat een weerstandje tussen de spanning te zetten en toen brandde de boel door. Nou, dus dat was even vloeken en tieren natuurlijk, dat mag. Maar goed, dat doet het dus niet meer, dat is jammer, maar voor de rest, ja, het is gewoon een topmodel. Het is heel veel werk aan gehad, een diversiteit aan groentinten. Die ik ook alleen maar kon behalen met behulp van sommige mensen. Want dat was nog wel een leuk verhaal. Die rotorbladen. Ik kwam daar niet helemaal uit. En ik denk, ja, hoe moet ik die bladeren nou airbrushen? Nou ja, dat moest
natuurlijk eigenlijk het kroontje wordt op het werk. Nou, ik denk, ik ga eens even kijken hoe ik daar achter kom. Ik denk, ja, wie heeft die rotobladen in onderhoud? Nou, dat was Aerospectros in Lelystad. Dus die heb ik gebeld. En nou, ik zeg van ja, ik zeg, meneer Kels, ik ben bezig met een schaalmodel van een Chinook. Ik zeg, ik weet dat jullie die rotobladen in onderhoud hebben. En ik wil iemand spreken die dat dan doet. Dus ik kreeg een hele aardige, enthousiaste vent aan de telefoon. En die zei van, oh leuk, wat gaaf. En nou, die kleur, dat is de basis. Heel chromaat geel. En dan, nou fijn. Zo, op die manier heb ik ook die rotobladen ja, geairbrust en gespoten. En het slijtage van de wieken, van de wenteling, nou, gewoon ja, perfect gesimuleerd. Ja, dit is wel mijn topproject. Dit is echt een eentje waar ik gewoon heel trots op ben. Dit is de shelter, ja. In 2002 had ik een collega en zijn vader die werkte op vliegbasis Leeuwarden. En nou, rondleiding gekregen, alles bekeken, onderhoud shelters, maar ook de gewone shelter. Aanwezig geweest bij het opstarten van een F-16, waar we zelf ook nog even daarvoor in mochten zitten. Dus dat was wel een leuke ervaring. Canopy dicht, nou fijn. En ik had toen wel wat detailfoto's gemaakt van die shelter. En ja, niet vermoedende dat ik daar later ooit nog eens een op door zou gaan borduren. Nou, dat heb ik toen wel gedaan. Dus de luchtmachtdagen daarna maakte ik iedere keer weer nieuwe detailfoto's van alle elektrakasten die er zitten, alle kabelgoten. Nou, je kan het zo gek niet benoemen. Maar ik zal hem even openmaken, want het dak zit er nu op, maar het dak moet nog vastgemonteerd worden. En aan de buitenkant helemaal verwerkt worden met verf en verwering en mos. Dus dat wordt van buitenaf al een heel leuk dingetje, maar ik laat hem even pakken even van de binnenkant. Ik zie de F-16 dus staan, dat is de J-063. Oftewel de MIG-killer, zoals men dat doet. Ik leg even het dak weg, zo. Nou goed, die kan weer even omhoog. Het is allemaal nog een beetje ja, prefab, als het ware. Maar goed, het past allemaal feilloos in elkaar. Nee, dat is hem dan. Ja. 10 jaar lang foto's vergaren, iedere keer weer. En dan kwamen we weer op een open dag. En dan dacht ik, oh, ik moet daar nog een foto van hebben. Oh, ik moet die ook nog even, oh, die ook nog even. Nou, oké. Okay. En het leukste verhaal was eigenlijk wel een jaar of 8 geleden. Normaal gesproken staan tijdens die open dagen hier allemaal van die schermen, waar het publiek dus niet mag komen. Dus ik liep heel brutaal achter zo'n scherm door en ja, er stonden daarachter in die tunnel stonden er twee kerels in camouflage pakken. Twee onderofficieren. Ik zeg, hey, ik ben Henk Elsega. Ik zeg, ik heb een beetje een brutale vraag. Ik zeg, mag ik even een foto van die tunnel maken? Ah, hij zegt, die mag eigenlijk niet. Hij zegt, maar ja. Dus, maar ik mocht dus een paar foto's van die tunnel maken. Dat heb ik gedaan. En nou ja, dan kom je s'avonds thuis. En dan, ja, dan gaat je hart sneller kloppen. Dan denk ik van oké, ik kan nu ook die tunnel finishen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dan, maar dan klopt het ook precies. En dat is gewoon ja, het leuke. En nou, wat ik vooral leuk vind is dus dat ik dan ja, eigenlijk 10 jaar bezig ben geweest om allerlei informatie te vergaren. En op een gegeven moment dus ook alles had om te zeggen van oké, en nu kan ik bouwen. Nou, hier zie je wat elektronica draadjes, dat wordt allemaal nog aangesloten, want er komen nog brandende TL-verlichting in. Ja, dit is toch wel een levenswerk geweest eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Avonden zat ik te vreugelen. Fotootjes kijken, weer terugkijken, weer foto's terugkijken, opmeten, bestuderen, nog een keer opmeten. Weer kijken, schaalverdeling, opmeten. Ja, het is gewoon eigenlijk van de zotte. Het is van de zotte. Ik ben er wel heel trots op, moet ik zeggen. Ja, ik vind het gewoon wel leuk hoe ik dat gedaan heb. Tot in de kleinste details. Het gek om te doen, maar gewoon heel leuk. Dus nou, dat was het verhaal eigenlijk van de shelter. F-15 Eagle. F-15C moet ik zeggen. Tamiya kit. Schaal N32. Tamiya past gewoon altijd gewoon goed. Ik zeg altijd,
als je bij Tamiya moet plumeuren, dan doe je iets niet goed. Een hele enkele uitzondering daar gelaten. Maar over het algemeen zijn het gewoon hele goede kits die heel prettig om te bouwen zijn. Nou, dit is de 1 op 32. Waarom heb ik dit model gemaakt? Ja, nou, wat ik net zeg, je valt van het ene model in het andere model. En die F-15 Eagle, deze, dat was voor mij wel een ding dat ik dacht van, die moet ik ook gaan maken. Dat was wel grappig, want toen ik in 1982 bij de Koninklijke Landmacht kwam, toen op een gegeven moment lagen we in een bivak in de Leuzerheide, op de Leuzerheide. En dan hoorde je 's morgens die dingen over tenderen. Dat je dacht, wat is dat man? Wat voor straaljager is dat? Je wist dat het een straaljager was, maar niet welke. Nou, dan kom je er al later wel achter als je dan wat vaker bij Soesterberg in de buurt bent. En dan ga je daar natuurlijk ook een keertje naartoe om te spotten. De beruchte heuvel daar. Dus dat was voor mij wel een reden om te zeggen van ik ga het model maken. Nou, wat ik aan het model heb gedaan. Niet veel bijzonders. Ik heb hem toch weer als in-flight gemaakt. In-flight vind ik leuk om te maken. Ik vind het mooier om te maken. Nou, wat heb ik bijvoorbeeld gedaan? Heel veel detail besteed aan de exhaust, aan de uitlaat. Met speciale technieken, Airbus technieken voornamelijk, heb ik hem mooi titanium weten te maken. Echt goed, dat verbrande ijzer van die nozzle, zeg maar. Dat is gewoon heel goed gelukt, vind ik zelf. Wat ik net al zei, het model is op zich niet zo heel erg aantrekkelijk, maar de cockpit binnen in de canopy, kijk, daar was voor mij wel een aandachtspuntje. Dat ik dacht van, hé, daar kan ik wel wat aan gaan doen. En dat vind ik ook het leukste dan eigenlijk om te doen, ook aan die cockpit. Mooi schietstoel erin, goed figuurtje. Standaard figuurtje van de doos heb ik gebruikt. Maar wel met heel veel lood heb ik dan gewerkt. Die wals ik dan, snijd ik hele dunne reepjes, dan maak ik gordeltjes van. Gespen, een nieuwe oxygen hose vanaf de snorkel, zeg maar, om het even zo te noemen. Ja, als je er dan in kijkt, dan denk je van ja, dat klopt gewoon ook allemaal. Het zit gewoon goed gedetailleerd in elkaar. En dat is gewoon leuk om te doen. Niet om alle dagen naar te kijken, maar het bouwen, dat is gewoon iets, daar kan ik nog 100 euro voor lullen. Het is gewoon prachtig. Waarom ben ik een Facebookgroep gestart voor Nederlandse modellen? Dat heb ik gedaan omdat ik heel veel buitenlandse modellen heb gemaakt. En op een gegeven moment begon de Nederlandse luchtmacht mij toch meer te fascineren dan wat er in het buitenland gevlogen wordt. En dat was voor mij ook een moment dat ik dacht van nou, als ik nou een pagina maak voor de Nederlandse luchtmacht, dan hou je dat ook een beetje geconcentreerd. En dan hou je het gewoon binnen Nederland in plaats van wereldwijd. Krijg je modellen bij wijze van spreken uit Japan of Amerika of maakt niet uit. Ik wilde het eigenlijk een beetje meer geconcentreerd houden op die Nederlandse luchtmacht. Dat was de motivatie. Wat maakt de groep anders dan andere modelbouwgroepen? Nou, ik denk dat in onze groep, kijk, het is natuurlijk een Facebookgroep, hè, dus je ziet ook mekaars kopjes erbij. Hè? Ik bedoel, door het profiel van degene, van de bouwer. Daardoor creëer je ook een soort van makkelijker contact, waardoor de groepscohesie ook eerder groeit dan, vind ik, in andere groepen. Waardoor ook de betrokkenheid naar elkaar groter wordt, waardoor ook het geven van kritiek naar elkaar veel eerlijker en gewoon veel respectvoller gebeurt. En dat was mijn doel en dat zal mijn doel blijven. Hoe lang ik deze hobby nog wil doen en wanneer het voor mij stopt. Ik hoop deze hobby nog heel lang te kunnen blijven doen. En wanneer het voor me stopt. Niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat het stopt. Het is een hobby wat ik al heel lang doe. En wat ik al eerder zei in het begin van het interview, dat ik gewoon heel graag met mijn handen werk. En dat ik dat gewoon, die creativiteit die ik daarin kwijt kan. Ja, dat is voor mij gewoon een hele leuke ontspanning en uitlaatklep. Dus ik blijf dat wel heel lang doen, ja. Alhoewel, ik wel moet zeggen dat ik al zoveel modellen heb gemaakt op het Nederlands gebied. Dat ik denk van, wanneer stopt het? Maar ja, dan is er toch wel weer iets in mijn hoofd wat weer iets nieuws gaat,
ga verzinnen. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld die prachtige mooie shelter gemaakt, zoals die op vliegbasis Leeuwarden staat. Nou ja, ik ben nu bezig, dat, tenminste dat is mijn idee, en daar heb ik ook weer alweer wat contacten voor gelegd, om een soort diorama te maken van de historische vlucht van de Nederlandse luchtmacht. Dus daar weer een leuke setting bij te maken. Dus dat is dan weer een nieuw project. Ja, en verder, ja, ik ben me ook een beetje eigenlijk aan het focussen in de groep om toch een aparte pagina aan te maken voor mezelf. Waar iedereen dan ook weer lid kan worden, maar puur met mijn trucjes die ik doe, die ik hanteer, mijn vaardigheden deel. Ja, neem eens een kijkje op onze modelbouwpagina van de Koninklijke Luchtmacht. Zoek hem op Facebook. Vraag of je lid mag worden. Een beetje motivatie, wat je leuk lijkt. Want we hebben modelbouwers, maar we hebben ook heel veel inactieve leden. Die nog niet bouwen, maar wel geïnspireerd worden door onze club, zeg maar. Waardoor ze toch beginnen te bouwen. En dat is het leukst. En geïnspireerd worden, ja, dat moet je worden door ja, een leuke groep. En niet door een groep waar men elkaar afkraakt. Paars. Paars. Is dit paars? Ja, dat is paars. Heb ik paars gekocht deze keer? Beetje paars-roos. Nee, toch? Ja, dat is roos met paars. Nee, maar dat is blauw. Nee, dat is roos met paars. Het is gewoon lichtblauw. Nee, dit is paars met roos. Nee, joh. Jawel. Ja? Ja. En die onderste dan? Dat is ook paars. Dat is een beetje lila kleur. Ik zit altijd op blauw te vatten. Wat is dat? Nee, dit is paars. Nou, dan is het een beetje roze-paarsig. Nou, mooi roze. Ja, ik dacht dat het lichtblauw was, maar dan was ik even te gauw zeker of zo. Het is toch ook blauw? Als je lang kijkt, is het blauw. Kijk maar naar de lucht. Als je lang kijkt, is het roze.